Hoe ging de reis tot nu toe? Super! We zijn met de subway gegaan nadat we de gewone trein hadden. Ja. En nu gaan we op weg met de magneettrein. Train ever. Ja, dus we gaan even hier naar boven. 7 minuten naar die airport in plaats van een uur met de subway. She's laughing. Was it something in my suitcase? She looked at my suitcase, she had to laugh. Ze moest wel lachen, hè? Ja, ze moest wel lachen. Of het was in jouw koffer? Nee, heb jij speeltjes in je koffer? Absoluut jouw koffer. ze was echt aan het lachen, joh. Oké. Gaan we wel totaal fout. Kijk. Ook weer, hier ben ik dus 10 jaar geleden ook geweest. Zoep. Oké. Arrivé. Zo, heel druk. Oké, genoeg ruimte. Oké, en volg dit. Dit gaat naar 400. Oké, we gaan. Ja, dus zo hier. 30, 40, 50. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 seconden gaat hij 50 kilometer omhoog. Dus 5 kilometer per seconde. Ja, en nu moet ik dus inderdaad kijken of ik hem hier naar boven kan krijgen. Oké. Okay. Zo. We gaan naar 139 kilometer. En nou is het leuk als je dus als je erin gaat kijken zometeen, dan zit je naast een weg. Misschien trouwens aan die kant, maar kijk hier, moet je naar beneden kijken. Kijk, hier naar beneden. En dan... Het gaat allemaal wat slapen. Ja, maar zometeen gaat het echt... De acceleratie die valt reuze mee, hè? Valt mee. Het is echt gewoon, het is niet zoals een vliegtuig of zo. Het gaat veel rustiger en veel stabieler. Ja. Alleen, er gaat wel... Het is geen kermis. Het is helemaal geen kermis. Het ding gaat helemaal niet snel. Nou, maar nu moeten we even kijken of we kunnen laten zien hoe snel dat nu naar buiten gaat. Hier moet je zo meteen die weg zien. Dus als je dan een weg ziet rijden, kom je zo meteen langs de snelweg. En dan staan die auto's stil. Die staan stil. Hij gaat nu de bocht door. Weet je wel, zag ook op de kaart dat hij moet naar rechts toe. Hij moet een bocht maken van bijna 90 graden. Dus dan... want hij gaat nu niet harder. Hij gaat nu 300 km per uur. Dit is echt gewoon leuk. Hier, je ziet al die autootjes, die staan gewoon stil. Dit is echt gewoon van... The cars are just standing still. They're, you know, just like a joke. Ooh. It was 600 kilometers, you know, two trains. This is speed. Dit is echt mooi. It's not going 400. 10 years ago, it
it was 400 kilometers. Ah, oui. And now it's only 300. 300. C'est déjà bien. Ah, mais c'est la même chose à la France. Hein. C'est le... Au Japon. Hein? In Japan. In Japon, oui. Very, very fast. Yes. Plenty of train. Combien? Je sais pas, 300, 400. Oh, non, pas 400. Yeah. Trois jours après. We zijn in de airport. We zijn in het. In 7 minuten zijn we van Shanghai naar hier. Het heeft ons een hoop tijd bespaard. Maar hij ging geen 400 kilometer. Dus het was toch een beetje langzaam. Maar toch leuk. Het aardige is dat deze trein heel snel kan accelereren en ook weer snel kan afremmen. Dat is het verschil met een gewone trein. Het gewicht is veel en veel lager. Ja. Wiet, 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 wiet. Zo, wat vond je ervan? Het was een snel ritje. Ja? We gingen van bijna niks naar 300 km per uur. Ja. En daarna bleven we mooi in het bochtje binnen de rails. Ja. En geleidelijk aan terug. Ja, en hoe comfortabel vond je het? Goed. Super, hè? Ja, mooi. Oké. Okay. Zo. We zijn er. Ja. Zo. Nou, op naar het airport.